We gaan ons vandaag bezighouden met wat volgens velen de belangrijkste uitvinding is. van de afgelopen honderd jaar. Ietsje, ruim honderd ruim jaar. Een uitvinding die, als die niet gedaan zou zijn. zou die waarschijnlijk de omvang van de huidige wereldbevolking. niet mogelijk hebben gemaakt. Volgens sommige bronnen is, is zeg maar. zo'n 20% van de huidige wereldbevolking. Zou niet gevoed kunnen worden als deze uitvinding niet gedaan was. Dus nu word je steeds nieuwsgierig. Ik denk, zou dat een godsnaam kunnen zijn? Nou, niet de vulpen natuurlijk, zoveel is wel duidelijk. En dit is het zogenaamde Haber-Bosch-procedé. Eh, en dat hangt samen met het feit eh, dat wij, eh, wij mensen, levende wezens... die hebben eh, aminozuren nodig... Die aminozuren, daar moeten we eh, eiwitten mee maken. Zonder die eiwitten, zonder, zonder die aminozuren geen eiwitten, zonder eiwitten geen levende wezens. Maar nu wil het geval, wij kunnen zelf geen aminozuren maken. Dus we moeten voedsel tot ons nemen waar, die, eh, waar aminozuren in zitten. En die aminozuren, die, eh, bestaan, die bestaan gedeeltelijk, een deel daarvan bestaan. Eh, niet zonder eh, ammoniak, zonder stikstof nh 3 of eh, of ammoniumnitraat maar in ieder geval stikstofverbindingen en eh, planten kunnen ook zonder behoorlijke stikstof aanvoeren eh, niet groeien en die worden ook minder voedzaam en al in de 19e eeuw zeiden de mensen eigenlijk zitten we met een stikstoftekort want als de bevolking toeneemt en de landbouwareaal neemt toe. en de intensiteit van die landbouw neemt ook toe. dan is eigenlijk de natuurlijke aanvoer van stikstof. die is eigenlijk onvoldoende. Want je ik zult je afvragen, hoe, hoe komen ze dan in de natuur aan stikstof? Dat zijn. Eh, hoe heet het? Eh, weet je, die kleine beetje bacteriën. die in staat zijn om stikstof uit de lucht te winnen. Want het merkwaardige geval wil dat ongeveer 80% geloof ik, een kleine 80% van de aardatmosfeer atmosfeer bestaat uit stikstof. Maar dat is N2. Dat zijn twee aan elkaar gekoppelde atomen stikstof en die zijn min of meer onverbrekelijk met elkaar verbonden. Die reageren niet, die reageren eigenlijk op nergens op. Vandaar dat het een wonder is dat die bacteriën in staat zijn om die binding tussen die twee atomen te verbreken. En op die manier bijvoorbeeld ammonia te maken of ammoniumnitraat te maken. Nu is dat probleem van dat tekort van die stikstof en die stikstofverbindingen. dat is al in de 19e eeuw gesignaleerd. En toen hebben ze bedacht: we kunnen die stikstof die kunnen we winnen door vogelpoep af te graven, zogenaamd guano. Want je had allerlei gebieden, in het bijzonder in Zuid-Amerika, en daar had je allerlei eilandjes waar die vogels al honderden, zo niet duizenden jaren gepoept hadden. Dus daar had je dikke lagen van die vogelpoep. En die vogelpoep die stond voor overigens een betrekkelijk klein deel uit ammoniakverbindingen, stikstofverbindingen. Dus dat werd uitgebreid geïmporteerd. Maar ook daar was wel, was wel duidelijk dat je die vogels... die hebben van vrij een vrij beperkte poepcapaciteit natuurlijk. Dus nou maar, als je voor eeuwen poep hebt afgegraven... dan poepen ze niet zoveel dat, je, dat, je, dat het, luistert, het systeem draaiende kan blijven. Dus de grote vraag was... Dus als wij eh, het landbouwareaal uitbreiden... als het aantal mensen ook uitbreidt wat daarvan leven moet... dan hebben we veel meer stikstof... Stikstofverbindingen nodig, maar niemand wist hoe je die twee stikstofatomen hoe je die van elkaar af moest krijgen. Hoe moest dat? Dat is door alle mogelijke mensen is het geprobeerd om die stikstofatomen van elkaar af te krijgen, zodat je bijvoorbeeld ammoniak kunt maken. Dat is NH3, hè? dus een stikstofatoom en 3 waterstofatomen of ammoniumnitraat. Dat is nog weer een iets ingewikkelder formule. Wat te doen? Hoe zou dat dan moeten? Dat is door Jan en Alleman geprobeerd, maar die zijn niet geslaagd. En nu verschijnen er op het toneel twee Duitse chemici. En die ene heet Haber, Frits Haber, en die andere heet Karl Bosch. Maar eerst gaan we het hebben over Frits Haber. Frits Haber kwam uit een gegroet joods milieu. Zijn vader had een fabriek, had overigens altijd ruzie met zijn vader. Maar goed. Uh, hij besloot om chemicus te worden en hij was een hele goede chemicus uh, die ook meteen al nuttig en belangrijk onderzoek deed uh, aan de Universiteit van Karlsruhe. Ik moet erbij zeggen dat eigenlijk het Duitse academische onderwijs uh, in deze jaren, we hebben het dan over de late 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw, de absolute top van de wereld was. Als je kijkt naar uh, Na Nobelprijzen, ook Frits Haber heeft tenslotte een Nobelprijs gewonnen, zullen we zien. Dan zie je dat hij door, vaak door Duitsers werd gewonnen. De Duitse chemische industrie was, op, was de absolute wereldtop. Dat komt straks nog even terug in het verhaal. Dan mocht ik het vergeten, moet je me even herinneren dat er nog iets terug moet komen in feite. Uh, dat, dat dit dus was, Frits Haber. En uiteindelijk is... Uh, de, gro de grootste chemische concern ter wereld was toen ook eh, de Badische Analine en Sodafabriek. Bas is dat. En ik begreep dat Bas F nog steeds het grootste chemische concern ter wereld is. Eh, kortom, Frits Haber besluit om dat probleem op te lossen. Hoe kraken we niet waar dat N2, die twee aan elkaar verbonden eh, stikstofatomen? Hoe gaan we daartoe? En daar is hij tenslotte in geslaagd. Hij heeft tenslotte een proefopstelling gemaakt, een laboratoriumproefopstelling, waarin hij erin slaagt. om in feite die twee eh, atomen uit elkaar te knallen. En dus ammoniak te maken NH3 en H3 of een andere, andere stikstofverbinding. Daarbij overigens geholpen dus door zijn laborant die de, die de installatie had gebouwd. Dat was natuurlijk wel een betrekkelijk klein een laboratoriuminstallatie. En wat, hoe, kon je, hoe is hij geslaagd door. Zowel bij hoge temperatuur en hele hoge druk. en met een katalysator. Dus een bepaalde stof die je toe moet voegen. om het chemische proces op de juiste wijze te laten verlopen. Uh, dat bleek ook nog een enorm ingewikkeld probleem. om de juiste katalysator te vinden. Ze hebben van alles en nog wat geprobeerd. en dat werkte niet. En tenslotte hebben ze een soort combinatie. van ijzer, atomen en nog wat gevonden. en daarmee bleek het proces wel te werken. En zodoende heeft Fries Haber in 1909 uitgevonden hoe je stikstofverbindingen zou kunnen maken. En dat is niet waar, omdat het, als je er even over nadenkt, wat ga je doen met die stikstofverbindingen? Die kun je handig verwerken. Kunstmest, want dat is de oplossing van het probleem. Die vogelpoep werd gebruikt als kunstmest. En natuurlijk, als je eenmaal die ammoniakverbinding hebt, dan heb je kunstmest. Tegenwoordig, heb ik begrepen, wordt per jaar 100 miljoen ton kunstmest gemaakt. Nog steeds via het Haber-Bosch-proces. Wat overigens dus in allerlei opzichten ook, ook allerlei neveneffecten heeft, die misschien wat minder aangenaam zijn. Wat ontzettend veel energie kost. Denk aan die druk en die, die temperatuur. Maar denk aan het feit dat, ik meen mij te herinneren, dat de Chinezen in de late jaren zeventig niet waar, als Mao dan opgekrast is en zo. en als er honger wordt geleid, dat ze dertien gigantische stikstoffabrieken aanschaffen. En nog steeds wordt er op grote schaal, dus vandaar mijn geheimzinnige verklaring. zo'n 20% van de wereldbevolking zou verhongeren. als Haber, Frits Haber, niet had uitgevonden hoe je dit probleem oplost. Maar. Er was natuurlijk nu sprake van een proefopstelling in een laboratorium. Wilde je op grote schaal kunstmest gaan maken, niet waar, wilde je op grote schaal ammonium of, of stikstofverbindingen gaan maken, dan had je een industrieel proces nodig. En nu komt de tweede figuur, komt op te proppen. Overigens was het uh, Fries Haber in 1909 gelukt om dit te doen. En dan komt Carl Bosch komt op te proppen. Dat is niet de Robert Bosch van de bekende Bosch Elektronica De Wereldzuigers onder andere. Dit toch? is een neef van hem. Maar je ziet het een vrij. Uh, Carl Bosch was tenslotte de oprichter van IG Farben. Een andere belangrijke chemische uh, fabriek in, in Duitsland. En nog steeds bij mijn weten ook in, uh, in de wereld. En aan Carl Bosch hebben we te danken dat van, dat, van die laboratoriumopstelling dat daar een industrieel productieproces van gemaakt is, waar hij overigens nog ruim vier jaar over gedaan heeft, pas in, sorry, 2000, in 1913 pas, draait er een industrieel proces, wat inderdaad eh, ammoniaverbindingen en stikstofverbindingen produceerde. Eh, als je nou even over nadenkt, dan moet je er ook nog bij weten dat je ook via dit proces en via die verbindingen kun je ook salpeterzuur maken. En salpeterzuur, wat kun je daar weer van maken? Explosieven. Dus de tragiek eigenlijk van dit... en tenslotte is het een industrieel proces geworden... onder hoge druk en onder hoge temperatuur... en met de katalysator. Nogmaals, het heeft vier jaar geduurd... voordat ze dat onder de knie hadden... hoe je dat zou kunnen doen. Maar toen was het dan nog klaar. Dat is 1913 en in 1914 begint de Eerste Wereldoorlog. Waarbij Duitsland al heel snel gebrek kreeg aan, aan uh, stikstofverbindingen. En nu had uh, Haber en Bosch hadden samen uitgevonden hoe je die op enorme schaal kon maken. Vandaar dat ook wel gezegd is, ja, door het Haber-Bosch-proces uh, heeft de Eerste Wereldoorlog langer geduurd dan nodig was geweest. Want als ze dat niet ontdekt zouden hebben, dan zou Duitsland al heel snel met een gebrek aan grondstoffen voor de vervaardiging van explosieven. ...hebben gezeten. Dan komt hier nog een, een tweede tragische factor: komt erbij, dat Fritz Haber, eh, misschien wel een van de meest briljante chemici waar Duitsland over beschikte, in de Eerste Wereldoorlog, uitgebreid gewerkt heeft aan en heeft bijgedragen aan de productie van gifgassen, van strijdgassen voor het front. En dat leidt weer tot een heel tragische ontwikkeling. En Fritz Haber was met een jeugdvriendin getrouwd. Ik moet er nog bij zeggen, hij zei dat hij uit een goed Joods milieu kwam. Op zijn 25e is hij bekeerd tot het protestantisme, want anders kon je geen carrière maken in de wetenschappen, want al een toestand ook. Maar goed, dus hij was bekeerd. Hij was getrouwd met zijn jeugdvriendin, die de merkwaardige achternaam had, Imerwaar. Ja, een hele leuke naam natuurlijk, he, Imerwaar heet. Maar goed, ze had zeer ernstige geestelijke bezwaren tegen een bijdrage die eh, Haber leverde aan die strijdgasproductie. En heeft zich tenslotte in 1915 van het leven beroofd. Dat was de tragische zaak. Haber krijgt eh, ook, ook veel van zijn chemie, eh, moet je dat zeggen, collega's vonden het ook bezwaarlijk dat hij dat gedaan had. Haber zelf zei natuurlijk, wat, ja, wat op zichzelf nogal vrij voor de hand liggend is... Dood is dood. Of je nou een wordt geschoten met een mitrailleur. Of dat je op het leven komt door het inhalen van, van, van mosterdgas. Onder andere. Meerdere gassen hadden ze ontwikkeld die dodelijk waren. Uh, ja, dat maakt niet zo verschrikkelijk veel uit. Waarbij ik geneigd ben om, dat, om, om hem daar wel gelijk in te geven. Al vinden we toch. Uh, doodgeschoten worden met een mitrailleur vinden we toch minder erg eigenlijk dan. Dat je doodgaat door het inademen van mosterdgas. Terwijl, ja, nogmaals, dood is dood. Maar ja, zijn eigen vrouw was ook niet overtuigd. Vond het schandelijk en heeft zich met zijn dienstpistool van het leven beroofd. Overigens, eh, Haber die is nog bang dat hij vervolgd zal worden als oorlogsmisdadiger. vanwege die gifgasproductie. Hij is nog tijdelijk naar Zwitserland gevlucht, maar tenslotte is er helemaal geen vervolging ingesteld omdat ze ook de keizer niet konden vervolgen, hebben ze het maar laten zitten. En, en Haber krijgt de Nobelprijs in 1918. Ook Karl Bosch krijgt tenslotte de Nobelprijs, maar pas in 1931 als ik het wel heb. En dat komt omdat hij ondertussen nog weer een aantal andere chemische productieprocessen had ontworpen. Die weer ook met hoge druk en, en eh, hoge temperaturen werkte daar voor die, voor die onderneming, heeft hij ook zelf weer de Nobelprijs gekregen. Uh, Frits Haber is tenslotte nog directeur geworden van het meest prestigieuze uh, uh, onderzoeksinstelling uh, in Berlijn. Maar ja, je begrijpt, op, in 1933 wordt hij er meteen uitgegooid, want weliswaar is hij bekeerd, maar ja, het was een jood, dus ja, hij moest, de, moest de, de nazis moesten er niets van hebben. Nu komt wat ik gaarne vertel, ik wist dat helemaal niet. En het is een hoogst opmerkelijke zaak in allerlei opzichten. Namelijk die, eh, die Carl Bosch, die ook een, een geweldige autoriteit was in de Duitse wetenschappelijke wereld. Die spreekt op een goed moment Adolf Hitler, die heeft daar heeft hij een gesprek mee. En dan zegt hij: Van ja, het zou maar leuk wat jullie aan het doen zijn. Maar besef je wel dat je de Duitse wetenschap echt zeer ernstig beschadigt doordat je al die Joodse wetenschappers eh, ontslaat, wegstuurt, laat emigreren enzovoort. Als je zo doorgaat, dan zet je de Duitse wetenschap 100 jaar terug. Dan was dat wel heel somber. Maar het is natuurlijk een feit dat Duitsland wat qua natuurkunde, qua scheikunde, wat qua moderne wetenschap aan de absolute wereldtop stond beter was dan de Verenigde Staten toen waren, dat is ondertussen natuurlijk totaal veranderd, dat daaraan wel degelijk, naar mijn idee, ook structurele en blijvende schade is gedaan door dat krankzinnige regime van die nazi's. En nou ja, je ziet dus ook aan, aan, hoe heet het, aan Frits Haber, die, die gaat dan werken, die nog een paar maal in Engeland gewerkt en tenslotte zou die geloof ik een baan in Palestina krijgen, maar hij sterft dan aan een hart. Een hard gebrek.